Jeroen van der Boom, en jij bent zo de nieuwe single. Dan denk je van, ik krijg appelgebak, maar dan neem je een hap. Er zitten grote stukken appels in, rozijn en kaneel. Als dit de nieuwe Jeroen van der Boom is, wat je al een beetje hebt gezegd, dan denk ik van, die covers, laat maar. We willen alleen maar gewoon de pure Jeroen. Echt waar? Ja. Nou, dat vind ik heel prettig om te horen. Vooral hier bij Radio Noord, waar hebben we het over? Natuurlijk is het met de cover meezingen. Maar jullie zijn wel belangrijk hoor, vergis je niet. Jij ook, je moet gewoon leuke platen blijven maken. Ja, dat klopt, maar dat is echt waar. Wij focussen ons dan echt van, oké, je hebt natuurlijk Hilversum en we zijn blij dat drieën draait, maar we focussen ons echt ook op bepaalde grote regionale klappers. En dat zijn, gaat jouw telefoon niet bij mij? Nee, ik niet. Oh, ik hoor in één keer tuk-tuk. Jij, de plugger? Ik was het niet. Ik ook niet. Straks dus de Heineken Musical, 5 november. Hoe gaat het met de voorverkoop van de kaarten? Nou, ik zal je vertellen. Ja, doe eens. Ik ben heel erg blij. Wij zijn net begonnen eigenlijk. En mede ook een beetje door, denk ik, Radio 3 en Giel en hier en daar en overal een beetje roepen. Zijn er kennelijk toch heel veel mensen die het, een klein jasmiddel, zijn er toch een heleboel mensen. Nee, zijn die het heel leuk vinden. Hoeveel mensen passen erin? 4000. Zo. Dat is een berg. Geen hond. Hallo, hier ben ik. En... Maar we zitten al bijna over de helft. Ja. Het gaat goed. Ja, nou ja, heel bijzonder. Maar wat gaat er allemaal gebeuren? Ik bedoel, jij gaat er spelen, nee, natuurlijk. Ik zal eens eerlijk zeggen, we gaan in de Heineken Musical, wat gaan we dat brengen? Natuurlijk verwachten de mensen ook wat typisch van mij. Want dan krijg ik ook heel veel sms'jes van, nou, gaan er ook typisch in zitten? Dat zal, tuurlijk, er zullen ongetwijfeld een paar verbindende factoren in zitten. Met welke typetjes ga je meenemen? Een Joling en een Joop van den Ende. Ah, doos. Kijk, je hoeft niet te geloven, maar Joli zal natuurlijk absoluut voorbij komen. We zijn er klaar voor. Dat gaat natuurlijk echt vroeger. En ik zal een knipoog maken naar de toppers. En het wordt echt het wordt feest. Wat we gaan doen is 80% meezingen. Het wordt echt één groot feestherkenning. Het zal niet zo polonaise worden, dat wordt het niet. Maar het wordt wel van Robbie Williams tot het wordt gewoon gaaf popmuziek maken. Welke collega-artiesten ga je allemaal uitnodigen? Dat houdt dus geheim. Er gaan er 2 of 3 bekende toppers. Wel ja. Zijn we er al? Nee hoor, nee, we gaan 2 bekende artiesten meedoen. Waarom? Omdat ik... kijk, als je van tevoren gaat zeggen, ja, die zit erin en die zit, dan krijg je dat gelul in Nederland. Ja, maar hij is volgekregen, want die zit erin en die kan zo goed zingen en die zit momenteel op de top van zijn carrière. Ik wil hem zelf vol krijgen. Dus je houdt het gewoon lekker voor jezelf? Ja, en het is veel leuker als we vol zitten. Dat heb ik trouwens van iemand van de Telegraaf die zei, moet je niet doen man, ga nou gewoon zorgen nou vol. En als je die avond in één keer het doek opentrekt en in één keer ongewacht komt om 11 uur of om 9:30 nog even die binnen zetten, is dat voor de mensen veel leuker. Dan is het een soort intiem vond, speciaal voor ons, is er ook nog die of die of die. Mm-hmm. En daar ben ik het een beetje wel mee eens. Ja. Jij niet? Ik had graag willen weten wie er van tevoren in zou zitten. Natuurlijk, dat wil ik weten, ik ben nieuwsgierig. Maar als je zo zegt van, nou, ik wil het op eigen kracht doen, ik geef je groot gelijk. Ik wil gewoon een keertje puur, een keer in mijn blote kont. Gewoon dat niet kunnen zeggen, ja, maar die zit erin, dus daarom zit het vol. Of die, ik wil gewoon een keer... 5 november 2007, Van der Boom in zijn blote achterwerk op podium met de typetjes. Niet alleen typetjes, het typetjes zullen ongetwijfeld 10-15% zijn, maar dat gaat echt om het meest ingehalte. Nee, ik zit te kijken naar de lijst met platen die we zo gaan draaien en ik heb klaarstaan She's a Lady. Maar weet je wat ik nou denk, wat we gewoon moeten doen? Nou? We moeten hem gewoon nog een keer draaien! Vinden de mensen het niet vervelend? Dat is een mooie plaat, hoe kun je het nou vervelend vinden? Oh, wat lekker, nog één keertje dan! Gezellig! Jeroen, heel veel succes! Woehoehoe. Dank voor je komst naar de studio. Blijf hem steunen. En we zijn erbij. Ik zie je 5 november, dat ga ik regelen. Ja.